We zijn in Tuschinski. Vanavond is daar de première van 50 Shades Darker. Dat gaat dus vooral weer heel erg over seks. En of het nou goede of slechte is, dat laten we even in het midden. Wat ik ga vragen aan een bezoeker is of diegene op de hoogte is van de nieuwste bed- en date-termen. Maar die bestaan niet echt. Die heb ik gewoon random uit een handleiding voor een stoommachine gehaald. Ik ben toch benieuwd wat voor antwoord ik vanavond ga krijgen. Dit zijn alle date-termen en liefdestermen van tegenwoordig. Ik ga opnoemen en zeggen wat jouw ervaring ermee is. Cabinet sliding. Oh, dat klinkt wel spannend. Dit klinkt als een soort glijbaan. Sliding vind ik sowieso wel leuk. Klinkt als iets wat je in een vliegtuig doet. Iets glijerigs? Of heeft het iets met de Tweede Kamer te maken? Je gaat op een kabinet zitten en je hebt een natte broek. Ja. Natte slip. Ja. Seks in een kast of zo? Ik denk dat je dan met z'n allen misschien wel iets doet. Cycle steaming. Zeg maar een hele warme yogakamer waar je ook warme yoga doet. En dan op een fiets en dan op elkaar. Het is gewoon lekker Hollands op de fiets. Putting things on the controle. Ik weet het niet. Dat je afspreekt tot hoever je gaat. Dat het dan een stop wordt, ja. Controle. Ja, het klinkt logisch. Condoom ondoen. Ja, en wat jij doet met je drukt dingen achter erin. Ik ben ook dement aan het worden, ik zweer het je. Supply tanking, je moet nodig tanken met de auto. Ja, dat je gewoon even wat eet tussendoor, want anders val je dood neer. Misschien dat je het heel vaak eventjes doet, zodat je gecharged bent. Nieuwe dildo's kopen en zo. Dat soort dingen, ja. Wij komen niet uit Amsterdam, hè? Wij weten dat soort dingen niet. Over callcenter, maar als in je belt iemand dan, denk ik. Gewoon een neukertje bel je. Of hoe noemen ze dat? Dat noemen ze anders tegenwoordig. Hoe die komen? Als je een sekslijn bent, belt of zo. Telefoonseks? Oeh, waar? Telefoonseks. Drip? Drying? Drip training? Klinkt heel smerig. Ik wil niet eens weten wat dat betekent. Is dat iets met ballen of zo en drippen? Dat het eruit loopt of zo? Is dit, sinds wanneer is dit? 2 jaar ongeveer. Echt? Nou ja, je bent heel eerlijk, want het zijn namelijk eigenlijk helemaal geen date-termen. Okay. We hebben dit gewoon uit een handleiding van de stoommachine gehaald. Oh. Dus je bent nog helemaal op de hoogte. Geweldig! Oh, wat goed! Altijd eerlijk zijn. Ja, scheelt. Hebben we ook weer geleerd.